welkom bij het 16e Kinger Vastelovens Leedjesfestival dit jaar in Oosbeek. Meer als 100 kinger die maken zich op om hun leedje te laten huren. Want de grote vraag is, wie werd de opvolger van basisschool De Triangel uit Ulestrooten? Zo'n leedje maken is niet gek. Tess en JC uit Beringen die maken vandaag als allereerste het KVL-podium betreden. Lijkt me heel spannend. Wie is het met de zenuwen, JC? Gaat nog wel. Ja, geen trillende handen? Nee. Ja, ik nummer het heesje lekker gek, Tess. Wie gek zit je dan? Heel gek. Ja, dan wil ik eigenlijk ook wel eens zien wie gek. Laat je hoor. Het geit zo trog, ik wil er tegenaan. Hé, hey, vaste lovend, we komen eraan. Lekker gek, lekker los, vaste lovend is van ons. Lekker gek, lekker los. Tess en JC worden dat met lekker gek. En de volgende artiesten die Chanel Kloor, Jolyn en Arwin. Wat een prachtige namen. Dames, jullie zien er ook prachtig uit. Wat gaan jullie doen? We gaan dansen en zingen. Dansen en zingen. En wat voor dansje ga je dan doen? Ja, een beetje met de voet opzij stappen en zo. Oeh, laat eens zien. Yeah.
Ja, op het KVL zijn we vandaag op zoek naar het allerbeste kinder-carnavalsliedje van dit jaar. En misschien is dat wel van Teddy Oet Donder. Teddy, hoe oud ben jij? 6. En je ziet er prachtig uit. Hoe ben jij verkleed? Als elfje. Ja, niet zomaar hè. Waarom? Want het liedje gaat over het elfje. Het liedje gaat over het elfje. Teddy, heel veel succes. Toi, toi, toi. Elf, elf, elf. Ik ben de dag en elf. Mijn vleugelkens en sterren zo niet goed. Elf, elf, elf. Ik ben de dag mezelf. Ik tover hele stemming en ik Onder de deelnemers aan het KVL ook een echte prins en een echte prinses. Prinses Fabienne en prins Sef, ook Meersen. Heb ze er wel tijd voor ons? En prins Bis en meedoen aan het KVL? Ja. Waarom deze met vandaag? Leuk is en... En ook een beetje spannend gelukkig, hè? Ja. Fabienne, wie is het met 10 zenuwen? Prinses Fabienne, moet ik zeggen. Goed. Ja? We zitten er klaar voor? Ja. Wie heet het liedje? Allah. Allah. Heel veel succes. Alaaf, dat is mijn kanon, waar alles mee.
die zijn op allerlei verschillende manieren verkleed. En dit heb ik zelf nog niet gezien. Een nerd. Ha, een brilke op. Helpen, waarom is dat, Elke? Omdat in ons liedje staat wie gewoon niet voor het chicste pekske en vandoor. Niet voor het chicste pekske. Wat gaat je normaal vuur? Voor de winst. Ha, het gaat om te winnen. En Louis, Lucas en Jules zitten neer voor dich. Wie is het met de zenuwen? Jo, geeft wel. En kent ze wel kieken door de bril? Ja, zit er geen glazen in. Ah, dat is de truc. Zet hem op, hè. De Jules staat achter op de tocht. Ja, niet meer zo gek wie wij, dat zongen de leerlingen van de basisschool in Boulder. En hier neven mij stond wie leerlingen van een school die hadden al vaker metgedaan in het KVL. En toen was er veel ook bij, hè? Dat klopt. Wie is het toen gegaan? Ja, goed, alleen toen zijn we helaas niet doorgegaan naar de finale. Ja, want wie belangrijk is winnen? Niet heel belangrijk, maar het zou wel heel leuk zijn. En wie schat ze de kansen in vandaag? Ja, we hebben toch wel een grote kans. Een grote kans, zet hem op. Het vastelovens vieren, ja dat zit ons in het bloed. Stappen, springen, schreeuwen, niks is ons te dol. In de Polonaise huppen, vieren meester lol. Dolle dagen vragen, weer ons allerschoenste pak. En zingen weer weer samen, met het goedsgemak.
aan het KVL van dit jaar dan heel veel basisscholen met of basisschool De Driesprong uit Geleen. Een kleine man en een get grotere dame al. Wie oud bist u? 11. En du bist? 8. Dus er dan verschillende klassen met? Ja. En wie gaat dat samen zoeken, al die verschillende leeftijden bij elkaar? Dat is wel leuk. Ja, dat gaat goed. Ja. Welk liedje gaat je doen? Wat het beste bij me past. En dat geeft Uva? Het carnavalspecht zoals ze aan was, want de kind niet kiezen. En er staan er twee detectives en die gaan dan tegen mij ten en alles. Spannend, dat zijn toch allemaal hele lastige keuzes. Succes! Dat tekstje, dat past me perfect. Muziek op het KVL hier in Oorsbeek. Niels, mag ik dit even sturen? Ja. Of speelt ze gewoon door? Ik ken ook gewoon. Nee, verklaar ze even. Wat ga je doen? Gitaar spelen dus? Ja. En dan nog zingen? Ja. Tegelijk? Ja. Wauw, zeg. En wie heet die nummer? Mijn gitaar. Mijn gitaar. Wie kennen de gangers? Niels, zet hem op, hè. Ja, dank je. Zo'n rug in de prullenmangel.
Ja, we zijn alweer aanbeland bij de 9 artiesten hier op het KVL in Oorsbeek. Naast mij zit Amy en aan de andere kant zit Fenne. Fenne, wat voor een liedje gaat je zingen? Het is alweer zoiets. Het is alweer zoiets en dat gaat natuurlijk voor carnaval dan, hè? Mm-hmm. Je hebt prachtige huid op een prachtige outfit. Wie had dat gemaakt? Oma. Amy. Oma! Zou voor oma dan maar meteen even bedanken hier op tv? Ja, oma bedankt voor de pakjes. Super gedaan, oma. En dames, zet hem op. Ja, Fenne en Amy worden dat in de pekskes gemaakt door oma. En vooral weer met basisschool De Tovertuin uit Sittard. Wat voor een liedje gaat je zingen? Multiculti. En wat gaat dat nu voor? Iedereen vliegen is en iedereen de buurt. Oh, wat leuk. Een liedje met een boodschap. Carnaval is voor iedereen. Wie is het met de zenuwen? Gaat. Gaat. Ja. Zet hem op. En als ze eenmaal op het podium zegt, dan gaat dat helemaal vanzelf. Stop!
en Anke Oethorst, die zingen het liedje Lange Zuk. Ja, en dat is eigenlijk wel heel duidelijk wanneer ik naar u kijk. Het ziet er prachtig uit. Ja, dankjewel. Wie zoekt een liedje voor Lange Zuk? Nou, omdat we met volleybal, met douchen, waren we altijd heel langzaam. En we dachten, nou, doen we eerst lekker lang douchen. Maar ja, dan hadden we over één onderwerp. Dus toen dachten we, ja, dan maken we er Lange Zuk van. Lange Zuk. En wie had je outfit zo samengesteld? Zit je dat zelf? Want de kleuren van Osdorp en van de volleybalclub zien zwart en geel, zoals je ziet. Nou, ik neem aan dat je veel supporters in de zaal hebt, dat de volleybalclub ook hier is. Zet hem op. Ja, dat zou ik zo doen. Voor deze weer leuke mannen is het een thuiswedstrijd, want ze komen uit Oorsbeek. Wat is jullie naam? Jasper. En doe? Valentijn. Raf. Ian. Ja, ik kan me voorstellen dat je hier ontzettend veel fans in de zaal hebt. Ja. Wie is allemaal hier? Mam, pap, opa, oma. En wat voor een liedje gaat je doen? Einde keer prins zien. En dat is eigenlijk wat elke jong toch wil, hè? Prins weer. Ja. Toi, toi, toi. Ik ben een beetje een
zit nog steeds op het KVL en ik moet toegeven dat ik me wel een beetje saai voel, want ik twee zo'n prachtige dames zien. Vicky en Marijn Oetreuver, wat hebben ze die horen? Geweldig. Dat heeft Sanne gedaan. En Sanne is een vriendin? Ja. Complimenten aan Sanne. Het liedje wat ze gaan doen, dat heet Gekke Bekken. Zou we dan maar ook gewoon een gekke bek trekken met z'n allen? Ja. 3, 2, 1. Van mijn massa is toch daar een edelsteen. Veel is veel van te buren en met schakje. Of veel de soms gekke bekjes in het hartje. Op Sjoerbios en IJster en de klas. Dan kom ik gekke bekken als heel goed van pas. Wat maar. Ja, gekke bekken worden dat van Vicky en Marijn Oetreuver. En voor gewoon keihel weer hier op het KVL. Danique en Melle Oetmeersen. Wat voor een liedje gaat hier doen? Viva Wasselavond. En wie gaat dat liedje? Kent ze dat laten huren al? Nee, dat is verrassing. Oh, dat is een verrassing. Op een schaal van 0 tot 10, wie zijn jullie echt bij ze? Nu valt het nog met. Dat is dan een vijf of zo? Ja. Oké, nou, ze blijven gewoon heel cool, die kids ook meer. Zet hem op, hè? Ja. Viva, vastelovend.
het ook jammer als Stasje grondig is. De schminken wil ik als het de kleier en de kist. Maar wordt het dan november, de 11e precies. Dan is het weer vastelavond en zing ik weer de spies. Viva vastelavond, kita carnaval. Hoi, het is weer viva vastelavond. Of is het kita carnaval? Ik kom weer zingen, dansen, springen. Of in een vastelavond val. Ja, 15 groepen doen er in totaal met aan het KVL in Oorsbeek vandaag. En we zijn alweer aanbeland bij de allerlaatste uit Reuver komen ze. En wie heet je? Mara. Nina. Sien. En het liedje wat je gaat zingen, dat heet? Vrijdag Pilkter. Dat betekent dus eigenlijk carnaval, dat is 3 dagen alsof ze alleen maar pauze hebben. Alleen maar leuke dingen. Ja. En wat doet je dan in het speelkwartier? Spelen. Spelen, ja, dat gaat je eigenlijk dadelijk ook doen op de bühne. Heel veel succes. Toi, toi, toi. Dus, want alle 15e leedjes die ze hebben nog gehuurd. Hier in deze kamer zit de jury te zeer geheimen. Ik ga toch even inbreken en kijken of ze al een winnaar hebben gevonden. Kom even met. Ja, hallo, goedemiddag. Ik mag vast even sturen.
Wie gaat het hier? Beetje spannend. Ja, dat dacht ik ook. Kent je al gaat vertellen u voor de uitslag? Nee, tuurlijk niet. Nee. Wat staat er hier in die aantekeningen? Ja, dat zijn mijn aantekeningen. Oh, dat is geheim. Dat shit niet op. Misschien bij de buurman even proberen. Wat hebt ze gehuurd? U wordt het niveau. Nou, een beetje anders dan vorig jaar, vond ik. We hebben toch, tenminste voor jezelf, niet echt een topper. Ze worden allemaal van hetzelfde niveau. En we hebben best wel in de punten ook gezien dat het heel dicht bij elkaar ligt. Dus het werd eigenlijk nog heel erg spannend. Ja, voor ons niet meer, maar voor u wel. Ja, nog heel even wachten dus. Maar dames en heren, nu wordt het erg spannend. De derde prijs. Theo. De derde prijs gaat over een gitaar. Niels Sievers. Niels, van harte gefeliciteerd met de derde prijs. Een heel groot applaus voor Niels Sievers. En dan de tweede prijs. Nu wordt het echt heel spannend. Want als we de tweede prijs weten... Dan weten we ook de eerste, joh. Dus de tweede prijs gaat naar... Lekker kieken! Een heel groot applaus voor de dames en heren van Lekker Kieken! En dan weten we eigenlijk al wie de eerste prijs heeft gekregen. Theo, verklappen me! Dat is wat het beste bij mij past. Uitgeleid de driesprong. Kom maar allemaal naar boven, die van de driesprong. Alle kingen van de driesprong mogen de bühne op. Ja, dit is hem dan. De winnaar van het KVL 2015 basisschool de driesprong. Uitgeleid. Ja, volgens mij moet het toch best wel zwaar zien, of niet? Ja. Van harte gefeliciteerd. Blij. Ontroerd, verrast. Ik ben echt super blij, want we hadden het echt helemaal niet verwacht. Helemaal niet. En het wordt een paar dingen fout gegaan, maar het is allemaal weer goed gekomen. Al jaren gingen we weer samen naar school. Nu kregen we alweer een gans nu parool. De school die moet nu passen wie een pakje op maat. Als in de broek en jassen, ik stel. Klein op de grond, maar mijn vaste lovenspekske, dat zit me toch direct. Dat pekske, dat past me perfect. Sing.